Nou, ik ben predikant van Eiberg en Rekken. Samen met een collega in Neden hebben wij het plan opgevat om samen iets aan catechese te gaan doen. En de jongeren die wilden eigenlijk niet echt catechese hebben, maar ze wilden wel iets doen, iets goeds doen namens de kerk. Nou, toen kwam er het idee om naar Brazilië te gaan, omdat mijn collega daar gewerkt heeft een tijd lang. En de mensen hier waren eerst een beetje afwachtend van, zou het hun wel lukken? En ze vonden het allemaal nog iets te groot, zeg maar. En ze dachten eigenlijk niet dat het ging lukken. Maar na een tijdje, toen wij zelf steeds enthousiaster werden en toen het steeds dichterbij kwam, toen begonnen de mensen hier ook steeds meer betrokken te raken. En toen werd het eigenlijk steeds leuker. Vlak voordat wij weggingen hebben we een uitzenddienst gehouden in Neden. Waarin alle gemeenteleden van de vier gemeenten in Neden naar de kerk kwamen. En daar kregen wij toespraken en wij kregen dingen die we mee konden nemen. En aan het eind hebben alle gemeenteleden onze hand gegeven. En iedereen had persoonlijke woorden en zei hoe goed ze het vonden waar wij mee bezig waren. Dus daar kregen wij zelf ook wel echt het gevoel dat iedereen het steunde en dat het project van de hele gemeente was. Het levensthema huwelijk kwam terug, kwam aan bod in het gesprek daar. Zoals hier kun je gewoon trouwen met iemand die je leuk vindt, maar daar is het veel meer verbonden met familie en geschiedenis. Niet zoals hier. Ja, het viel me heel erg op dat de mensen daar veel opener naar elkaar zijn. Als je iemand voor het eerst tegenkomt, krijg je meteen al een dikke omhelzing. En we kwamen daar bijvoorbeeld in een gastgezin en je hebt die mensen nog nooit gezien. En toch omhelzen ze je meteen en je voelt je meteen helemaal thuis en welkom. Voor onze reis hoor ik vaak mensen zeggen dat we anders zouden moeten leven, dat niet alleen kapitalistisch zoveel mogelijk bezittingen moet zien te verwerven, maar dat je meer aandacht moet hebben voor wat echt belangrijk is. En ik dacht dat het niet kon in deze tijd, maar ik heb daar gezien bij de inheemse bevolking dat het wel kan, want zij leven echt met respect voor elkaar en voor de natuur.